S-Hertogenbosch heeft een complex sportterreinen gekregen dat tot het beste gerekend mag worden van wat Nederland op dit gebied bezit. Behalve een groot stadion zijn er onder andere hockey- en korfbalvelden aangelegd, 8 tennisbanen en een atletiekterrein. Het hele sportpark De Vliert, zoals het heet, beslaat een oppervlakte van 30 hectare. Fanny Blankers-Koen betrad op de openingsdag het stadion met de Olympische vlag. Deze vlag met de 5 in 1 gestrengelde ringen is het symbool van de verbondenheid in de sport en tevens van de Olympische gedachte. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, professor Rutte, die zich met de ministers van Maarseveen en Teulings onder de toeschouwers bevond, hees de vlag waarmee de officiële opening een feit werd. En daarna werd het nieuwe sportpark ingewijd met een spel waaraan bijna 3000 jongeren deelnamen. De ontwikkeling van de sport in de loop der tijden en zijn grote verscheidenheid van thans werden in deze sportfantasie op fantasierijke wijze uitgebeeld. Wielrenner Gerrit Schulte keek natuurlijk met bijzondere interesse naar de demonstratie van de sport waarin hij zulke triomfen heeft gevierd. De opvoering van deze sportfantasie betekende een stijlvolle en passende opening van dit nieuwe sportpark, waarop 's-Hertogenbosch en het hele zuiden van ons land trots kunnen zijn.